voetbal is natuurlijk een heel logische combinatie, maar dat de meeste voetbalmoeders er ook wel wat van kunnen, dat wordt hier vandaag bewezen op de open dag van Feyenoord. In het Rotterdamse Feyenoordstadion test Metro vandaag of vrouwen kunnen hooghouden. Renate, hooghouden op de blote voeten. Ja, goed hè. Dus voor gevorderden heb je veel geoefend? Ja, ik wist dat jullie hier zouden staan, dus ik ben al 3 jaar bezig. Het is gelukt. Dat heb je vaker gedaan, het hooghouden? Ja, heel vaak. Dat deed ik altijd op straat vroeger. Ik zat alleen niet op voetbal, maar ik kon altijd wel hooghouden samen met mijn vader. Moeders, dat hooghouden ging nu niet zo goed vandaag. Nee, klopt. Ik kan het ook niet. Maar ja, mijn zoon wilde dat ik meedeed vooruit. Vroeger altijd gevoetbald, 10 jaar lang. Dus toen kwamen de kinderen en toen was het over. Maar ja, nou voetbal nog lekker met de kinderen, die zitten op voetbal. Dus voetbal is een groot deel van ons leven. Wat betekent Feyenoord voor je? Ja, heel veel. Al vanaf jongs af aan ben ik ermee opgegroeid. Sinds ik 4 jaar ben, zat ik al voor de tv voor Feyenoord te kijken. Alles. Echt alles, ja. Heel veel. Dat is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Dat zit van binnen, zoals iedereen zegt. Hè. En dan leer je dus met 3 zoons wel voetballen als moeder? Ja, dus ze hebben het van mij, joh. En wat verwacht je dit seizoen van Feyenoord? Een hoop. Heel hoop, ja. Top 3 zeker. Liefst 1, maar ja. We zullen zien.